het is meer dan alleen de muziek die we met elkaar maken. We vormen ook echt een groep en we denken ook na over de onderwerpen waarover we zingen. En het geeft het hele diepzinnige. Het diepzinnige over vrouwelijkheid dat ik nooit verbonden had met kerst. Want ik zag de geboorte, ik zie altijd wel Jezus bij de kerst, maar ja, de geboorte had ik nooit over nagedacht. De samenstelling van die liederen tijdens de concerten, samen met het licht. Ook af en toe een ensemble ertussen, juist het voor de luisteraar meer, ja, niet een, maar een aantal liederen, mooie liederen waar ze naar zitten te luisteren wordt, maar ook echt een soort performance. Niet met de bladmuziek zoveel bezig zijn en zoveel hoeven tellen, maar gewoon echt samen muziek maken. Voor mij heeft vrouwelijkheid iets te maken met kwetsbaarheid en verbinding.